Ja, Gino, gefeliciteerd met een contract. Vertel, voor hoe lang? Voor 1 jaar, ja. Ja, je bent klaarblijkelijk gewoon tevreden met je rol. Want ja, Bizot is gehaald als eerste doelman. Jij bent de vaste tweede doelman. Waarom ben je dat? Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. Ik voel de waardering. Het is gewoon een hele mooie club. En in feite doen we altijd mee om Europees voetbal. En dit jaar hebben we het helaas niet gehaald. Maar ik bedoel, het zijn allemaal heel veel pluspunten waardoor ik gewoon hier heel graag nog een jaar langer blijf. Je hebt niet heel veel voorbeelden van jouw rol. Ja, Jasper Cillessen bij Barcelona. Maar het bevalt jou zo goed dat je denkt van ik neem genoegen met de rol van tweede doelman. Natuurlijk niet helemaal, want je gaat altijd wel voor voor je kansen natuurlijk. Maar op het moment dat het niet zo is, dan zijn er nog steeds gewoon heel veel redenen waarvoor ik hier gewoon heel graag wil zijn. En natuurlijk als sporter wil je spelen, maar er zijn nog, wat ik al zeg, nog meer mooie pluspunten hier bij de club. Waardoor ik graag een jaar lang wil blijven. Zijn er bijvoorbeeld ook afspraken dat jij dan bekerwedstrijden kiept? Nee, die afspraken zijn niet van tevoren gemaakt, maar dat zullen we wel in de duur van het seizoen zullen we dat wel zien. Ja, want hoe is dat zo rol? Ben je dan coachend richting Bizot? Hoe moet ik het zien? Je bent natuurlijk wel vaker ook wel tweede doelman geweest. Ja. Hoe moet ik het zien? De trainer weet dat hij altijd een beroep op me kan doen en dat ik dan ook gewoon zal staan. En aan de andere kant probeer ik hem en Nicolai scherp te houden. Maar ook wel druk erop te houden en ook voor mijn eigen kansen te gaan. Maar allemaal heel sportief en vooral ook ondersteunend. Ja, want Nicolai die kiept gewoon bij jongens zitten in de Jupiler League. En dus jij verricht je echt vol op tweede rol, tweede doelman, Eredivisie. Ja, klopt.